Hi, welkom bij deze video. Vandaag laten we zien hoe vis ik met een dropshot, welke techniek gebruik ik en hoe bepaal ik mijn stekken. Hoe bevissen we nou deze stek? Klein worpje, net achter de pijlen, af laten zinken naar de bodem. Heel rustig contact maken met je top, een beetje wiebelen op de plek, heel langzaam naar je toe vissen. Krijgen we een aanbeet of een tik op de vinger, vol gas de haak zetten. Vis eerst 2, 3 vierkante meter voor je voeten en daarna pas de stekken ver weg. Pak je nou een vis gelijk ver weg, dan verstoor je ook gelijk de vis die voor je voeten ligt. Het mooie van de dropshot is, je kunt op hele kleine plekjes vissen. Het is zo'n kleine gleuf tussen de steiger en de muur, waar de baas zich schuil kan houden, kun je perfect uitvissen met een dropshotje. Mooi rustig, laten zakken, een beetje tikken en weer een stapje verder doen. En zo kun je de hele steiger afvissen. Steigers, bruggen, paaltjes, allemaal mooie schuilplekjes. Vanaf het steigertje hier kan ik heel mooi deze hele kom uitvissen voor de brug en proberen een vis te vangen. We hebben bijna alles behandeld van de dropshot vissen. Nu nog de keuze van de shad. We gebruiken hier de Urban Prey 73 mm slug shad. Lekker zacht en makkelijk te inhaleren door de roofvis. De kleurenkeuze. Hoe pak je dat nou aan? We staan hier aan heel erg donker water. Dus dan gebruik ik het liefst een felle kleur. Wil dat niet, kunnen we nog natuurlijke kleuren pakken. Het mooie is, de Urban Prey serie heeft alles. Dat was een stukje uitleg over het dropshotten, stekkeuze, kleurkeuze van je shad. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Like en subscribe ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer.